Voor de wedstrijd zaterdag tegen Roda zit Jairo Riederwald weer bij de selectie. De 19-jarige verdediger is dit seizoen een zekerheidje voor Frank de Boer en speelde tot nu toe 17 wedstrijden in Ajax 1 en maakte op 6 september ook nog zijn debuut in het Nederlands elftal. Gezien die drukke periode is af en toe rust daarom belangrijk. Het is mijn eerste seizoen dat ik echt wekelijks speel en eigenlijk ja, soms wel 3 wedstrijden in 8 dagen of 7 dagen. En ja, dat is wennen. Je lichaam moet er ook aan wennen. Het is een bepaald ritme die je moet krijgen. En ja, als ik rust moet nemen, dan moet ik die nemen. En ja, dat moet ik gewoon accepteren. Maar zo'n overleg, hoe gaat het dan? Zegt Frank gewoon van, Jairo, jij krijgt rust? Of zeg je zelf van, nou ja, ik merk al wat pijntjes. Ik ben ook een beetje vermoeid. Of hoe gaat dat? Nou, ik heb goed contact met de medische staf. Die zijn goed op de hoogte van wat ik voel en waar ik iets voel. Zodra ik iets voel, dan geef ik het aan. En ja, alles bij elkaar opgeteld qua minuten en qua pijntjes die ik heb, dan... En ook verleden van mijn knieblessure, dan ja, zo wordt het eigenlijk een beetje opgebouwd. Eerder dit seizoen tijdens de eerste bekerwedstrijd tegen de Graafschap kreeg Riederwald rust. Afgelopen week kreeg hij wederom rust bij een bekerduel. Dit keer moest hij toekijken hoe Feyenoord in de laatste minuut aan het langste end trok. Een mooie wedstrijd natuurlijk. Avondwedstrijd bekerduel in de Kuip was een mooie wedstrijd. En ja, gewoon zonde dat we de laatste minuut dat we toch hebben verloren, maar... Dat is wel spannend op de bank hoor, ja, dat zeker. Want Mike van der Hoorn, jouw concurrent, die speelde een goede wedstrijd. Hoe kijk je daar dan naar? Nee, ik ben blij natuurlijk. Team staat natuurlijk boven mijn eigen belang. En ik wil gewoon dat we een goede wedstrijd spelen. En dat hij daar nu speelt, dat maakt niet uit. Ik ben blij dat hij een goede wedstrijd speelt. En dat geldt ook voor Joel Veldman, die gewoon een goede wedstrijd speelt. En daar ben ik gewoon blij om. We doen het als team, we doen alles met team. We winnen als team en we verliezen ook als team. Ja, ik gun iedereen een goede wedstrijd. Want het lijkt bijna vanzelfsprekend dat jij samen met Joël Veldman in het centrum speelt. Maar Frank de Boer geeft ook vaak aan dat Mike er dicht tegenaan zit. Hoe zie jij dat? Zie jij hem echt als een concurrent die in je nek staat te hijgen? Ja, tuurlijk. Maar dat is ook positief natuurlijk. Als je weet dat iemand dicht tegen je aan zit, dan moet je ervoor zorgen dat je kan blijven staan. En van diegene kan leren wat hij goed doet en hij kan van mij leren wat ik goed doe en ik kan van Joël leren. En dat is gewoon mooi dat je van elkaar gaat leren en daar over gaat praten wat zij doen en wat jij doet. En dat is alleen maar mooi, denk ik. Komend weekend alweer de volgende klassieker op het programma, maar dan in de competitie. Om als koploper af te reizen naar Rotterdam zijn de 3 punten zaterdagavond belangrijk. Een klus die tegen Roda JC niet zomaar geklaard is. Misschien op papier een makkelijke wedstrijd, maar in praktijk is dat anders natuurlijk. Ja, zij kijken ook wedstrijden van ons en ze hebben een bepaalde tactiek om ons te bestrijden natuurlijk. En wij moeten ook wapenen tegen hun systeem. Ze spelen anders dan het normale Nederlandse voetbal. En ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Voor jou is Roda wel speciaal, hè? Ja, zeker. Ja, ik zei net ook in een interview, ik heb daar tegen mijn debuut gemaakt. Wat weet je nog van die avond? Ja, van die avond dat ik erin kwam. En ik kon belangrijk zijn voor het team en dat is leuk dat ik mijn debuut sowieso heb mogen maken en dat ik dan ook nog belangrijk kon zijn. Dat was gewoon een dubbel feest. Want weet je hoe vaak je in totaal in betaald voetbal gescoord hebt? Volgens mij 2 of 3 keer. 3 keer, weet je tegen welke teams? Alle 3 Roda toch? Ja, dus wie weet wat je morgen te doen staat toch? Ja, het zou grappig zijn als ik nog een keer scoor.